Ik ben gelukkig dat ik niet alles meer versta. Nee, dat is zo. Neuken! Wat veel gebeurt er? U kent de Playgirl ook? Nee. Nee, die kent Sinterklaas niet. Dank je. Maar Sinterklaas, u wilt toch niet zeggen dat u niet geprikkeld raakt door sommige beelden die u ziet in uw fantasieën? De vrouw met de baard. Wat moet ik hierop antwoorden? Ja, dat heeft bij ons allemaal met kinderen te maken. Dat is niet het gewenste antwoord, Paul. We gaan in ieder geval afscheid nemen van één Zwarte Piet voor dit jaar. Surf naar zwartepiet.bangkok.nl. En toen. En een kleine kans. Je moet je favoriete... Door Marjolein Hof. Oh, Marjolein Hof, enige schrijfster. Heb je een stukje, favoriet stukje wat je graag wilt voorlezen? Ja, alleen het is wel een beetje een heftig stukje. Maar... Een heftig stukje. Oh, enig, heerlijk. Een kleine kans en het stukje wat je gaat voorlezen gaat natuurlijk over zijn brengt. Ja, goed vertel. Daar zijn we wat gewend bij Paul, Suzanne. Ja, nee, maar jij bent we kunnen wel wat hebben. Smeerlap. Waarom kent hij nou altijd de Zwarte Piet? Ik heb geen onvertogen woord gezegd. Nee. Al die betekenis wordt door jou erin gelegd. Ja, ja, geef mij maar weer de schuld. Suzanne, of er iemand luistert, doet er niet toe. Begin alsjeblieft. Ja, prima. Mona kon me maar met moeite bijhouden. Voorbij het veld sloeg ik rechtsaf en daarna linksaf. Ik zigzagde door onze wijk. Na een tijdje kwamen we bij de Randweg, een drukke verkeersweg die een eind verderop op de snelweg uitkwam. Mona hijgde. Ze kwam bijna niet meer vooruit. We stonden vlak bij de betonnen trap van de voetgangersbrug. Kom, zei ik. Mona ging zitten. Ze piepte. Ze piepte? Oh, het is geen meisje. Het is een hond. Een hond is het. Oké, nee, hallo. Wie wist dat? Niemand wist. Ik dacht, wat een geil boek, Zwarte Piet, dacht ik nog zo. Ja, Mona piepte, Mona hijgde, Mona was niet te houden, Mona ging liggen. Voor je weet moet je ook nog ergens over een leuning heen geslingerd. Ze heeft je gewaarschuwd, het was een heftig stukje. Ja, het was een heftig stukje, maar godzijdank een hond, mensen. Godzijdank een hond. Ze is 11, Piet, ze is 11. Die hond. Sorry, maar jij maakt het zelf heel... Ik dacht opeens die Playgirl, ik dacht, nee, ik ben helemaal gek. Ga alsjeblieft door. Kom, zei ik nog een keer. Ik trok aan de riem, maar Mona kwam niet van haar plaats. Ik bukte en tilde haar op. Stevig drukte ik haar tegen me aan. Haar voorpoten lagen op mijn schouder. Met mijn hand ondersteunde ik haar achterste. Ze hijgde vlak bij mijn oor. Martin Gauw is ook heel erg happy nu alweer. Hallo. Suzanne is hier bezig de nieuwe Pussy Mouw te worden. Af en toe stopte... Ga door, Suzanne, ga door. Oh, laat me uit. Af en toe stopte ze met hijgen om even te schreeuwen. Oh. Ik ben zo blij dat mensen me niet herkennen omdat ik gesmeerd ben. Suzanne, je leeft toch normaal door? Dat gebeurt er ook thuis. Dat iedereen gewoon zich totaal interesseert wat je voorleest. Ga door. Het is helemaal geen hond. Oh, nee. Dat zegt ze. Het is een kameel. Ja. Maar het is wel een hond. Ze hijgde. Ik liep de trap op. Bovenaan de voetgangersbrug waaide het een beetje. Beneden zoefden auto's voorbij. Stop. Sinterklaas, wil u dat nog één keer doen? Moet jij die zin zeggen? Zoefde voorbij. Ik liep naar de reling en leunde... Nee, beneden. Op de snelweg. Oh. Beneden zoefden auto's voorbij. Ik vind eigenlijk dat we het hele stukje nog één keer moeten lezen. En dat Sinterklaas alle geluiden doet. Begin bij dat piepen en dat hijgen. Kom op, terug naar het stukje en de geluiden worden Sinterklaas gedaan. Ach, het is 9:30, mensen. We zijn toch allemaal geil nu. Kom op. Iedereen wil toch nu een schoorsteen gevuld hebben? Suzanne? Kom eens kijken wat ik tussen mijn benen heb. Suzanne? Een zak vol snoepgoed. Er is hier maar één de baas en dat is Sinterklaas. Je doet wat ik zeg. Maak het af. Schijnt, ik wil komen. Hoor wie klopt dat, kinderen? Hoor wie klopt dat, kinderen?
Ik voel me hier helemaal niet meer op mijn gemak. Suzanne, maak het af. Ik liep naar de reling en leunde voorover. Mona's poten krabbelden over mijn schouder. Kom, zei ik voor de laatste keer. En ik greep haar stevig aan haar halsband vast. Ik strekte mijn armen uit en tilde haar over de reling. Een vrachtauto denderde onder de brug door.